Sommige willekeurs kunnen veel mensen die dit willen niet in eigen huis blijven wonen. Veel mensen zullen eenzaam zijn of verstoten van goede maaltijden. Kortom, vrijwilligerswerk cement van de macht van de samenleving. Maar vanavond, vanmiddag, een extra zonnetje voor een extra bijzondere vrijwilliger. Want er is maar één man aanwezig die onderscheidend is vandaag. Ik zal hem als volgt introduceren. Hij heeft gewerkt in Ede en is vanaf 2007 gepensioneerd. Als het niet klopt, dan hoor ik het wel. Hè? Hij heeft na zijn pensionering op de fiets de Camino gedaan vanaf Nederland tot aan Santiago de Compostela. Dat heb ik al gezegd. Hij heeft een dochter die vandaag jarig is. Gefeliciteerd. En heeft over 3 dagen feest omdat hij dan 50 jaar getrouwd is. Nou, dat zijn toch leuke weetjes. En dan heb ik het ja, natuurlijk over Martin van den Hanenberg. Kom maar even voor, staat hier. Maar goed, fijn dat je er al zit. Als dat mogelijk is, staat dat ook nog tussen haakjes achter. Maar dat is helemaal goed gekomen. Hè? Een jarenlange inzet en betrokkenheid van onze maatschappij maken wij vandaag zichtbaar. Want vandaag is het ook feest. Om en door. Ik begin in chronologische volgorde. Van 82 tot 1991 ben ik penningmeester geweest van voetbalvereniging JVC Kuik. Ik was toen verantwoordelijk voor het financiële beheer en voor de contacten met de sponsoren. Ik ben ook een seizoen, 94-95, elftalleider geweest voor het eerste elftal. Op 7 september 92 werd ik voor uw inzet ook benoemd tot lid van de diensten van JVC. Eveneens was u van 2004 tot 2018 penningmeester van de stichting Beeldende Kunstenaars Kuik. Deze stichting is in 1990 opgericht en in 2018 opgeheven. Als penningmeester zorg u voor het innen van de maandelijkse contributies. U beheert verschillende bankrekeningen en u maakt een financiële jaarverslag. Ook onderhield u de contacten met de Kamer Koopman. U sloot verzekeringen af en op deze manier zorgde u ervoor dat kunstenaars zich konden ontplooien. Dat zien we eigenlijk nog elke dag hier. U was een man op de achtergrond die niet zelf met de kunst groeide, maar de kunstactiviteiten zoals exposities mogelijk maakte. Met uw geduldige houding, en daar was er net ook al iets over gezegd, en onverstoorbaar optimisme, wist u tot aan de opheffing van de stichting de financiële situatie te beheren. U zette zich altijd in en heeft daardoor de beeldende kunst in Kuik een grote dienst bewezen. U was van 2004 tot 2019 actief als bestuurslid en voorzitter van het cultureel hart Kuik. Zo zorgde u voor de jaarlijkse organisatie van Cultuur aan de Maas. Dit evenement heeft Kuik op de kaart gezet. En u bent al 15 jaar een drijvende kracht. Eveneens begeleidt u en faciliteert u de stichting de jaarlijkse openmentendag. U was als vertegenwoordiger van Cultureel Hart een bruggenbouwer tussen de BKC en andere culturele instellingen. Meneer van der Hanenberg, kom ik tot de laatste linie. Ik had het net over uw vrijwilligerswerk bij Cultureel Hart Kuik. Maar het is overduidelijk dat u ook een groot cultureel hart heeft, want u heeft vele uren vrijwilligerswerk verricht op allerlei gebieden voor de gemeenschap van Kuik. En u betekent ook veel voor de gemeente Kuik. U behartigt de belangen van de medemens en uw maatschappelijke betrokkenheid is dan ook enorm. U bent vrijwilliger in hart en nieren en heeft het hart op de juiste plaats. Dit is iets wat tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend is, maar wat we moeten koesteren. Het is me nog een genoegen om u het volgende kunnen mededelen. Het heeft zijn majesteit de koning behaagd om u bij koninklijk besluit van 3 juni 2020 te benoemen tot lid van de Orde van de Ruimersaar. Als iedereen spreekt, dat ook zij blij zijn dat u deze dag, hè, dat u vandaag deze onderscheiding krijgt tijdens deze bijzondere vergadering. En ik wil u dan ook graag van harte feliciteren, net als alle anderen. En dan hoort natuurlijk een bescheiden wijk, gaan we even hier in. Ja. Dan vraag ik aan uw vrouw of zij bij u wil opstanden. Nee, van de koning. De koning. Diep. Lia, ja, daar heb jij gezegd. Oh, 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 oh. Diep! Ja, dat is beter. Dat is wat beter. Ik word er even zenuwachtig van. Ja.
houden we dat graag. Ik denk laat de jubilaris even ja, dat ja, moet ik geef ze aan u. Misschien krijg je dat toch wel weer. Dank je wel. Volgende week is het. Even eentje maken, pak die dan, Lia. Met de medaille.